Ik ben nou mijn playlist aan het luisteren. De nummers die ik daarin heb gestopt. Toch wel een beetje aan het wegdromen ook. Is met sommige dingen echt alsof ze zijn alle taboes. Alles proberen om karakter te slopen. Om heel slecht neer te zetten. Iedereen maar een negatieve kijk op de dingen moet hebben. Ook echt, lijkt echt neerzetten alsof ik homofoob ben of zo. Ik ben tegen elke vorm van racisme. Het is echt, ik ben niet echt van de propaganda. Maar tegelijkertijd, met mijn hele leven, heb ik echt zoveel homo's, lesbisch om me heen. Die zichzelf echt niet gediscrimineerd voelen door mij. Sommigen zijn wat closer. En ik maak over alles grapjes. En daar waar jij je eigen leed van maken in hebt, maak ik ook grapjes. En iemand die gewoon niet vanuit de seks verdwaald is, maar gewoon echt lesbisch of homo. Niet vanuit het programma of zo, maar gewoon daar waar ze hunzelf gevonden hebben. Die hebben dat geaccepteerd. Hè? Dat was een dikzak. Iemand met een bril. Lange dunne darmen. Dingen accepteren. Moet ik rekening houden met bepaalde dingen die ik op video zeg? Kan ik niet zomaar in mijn verhaal in mijn zin over negers praten. Waar heb ik gewoon homies die zichzelf als een neger zien, zichzelf zo praten, ze vinden zichzelf doop. Ze zijn players, chickies, ze weten dat ze sweeties zijn, zien die dingen niet. Die zouden stoer doen met een negerzoen. Trots op hunzelf. Hij is tegelijkertijd ook gewoon... alsof ze mij gay willen hebben of zo. Echt dat het satanische eraan. Met de sekslusten en verlangens en zo. Maar ik was aan het dagdromen. Maar het leek echt alsof ik mezelf liet zien. Of de spirit liet me echt zien. Waarom dan? Waarom ik dan? En wat jullie dan niet snappen. Wie niet enlightenment snapt. Dat ligt ver boven de liefde. Is het echt gewoon het aardig, het gewoon normaal doen, alle liefde die ik dan weet ik veel geef heb naar mensen, maar met wie ik gestreamd heb of zo. Als ik ook gewoon kijk. Het aardig doen, het beleefd zijn naar een bejaarde. Is bij mij echt niet anders. Of dat nou een oma of een opa is. En ik kan iedereen beoordelen op hoe mooi ze eruit zien. Mannen en vrouwen. Maar mijn lusten en verlangens. Ja, dat is niet bij mannen. Mannengezichten. Een kot met een piemel en ballen eronder slingerend. Maar mijn liefde naar... een vreemde man of een vreemde vrouw is gewoon hetzelfde. Als ik zie dat ik iets kan doen, bemoei je al nieuwsgierig, ik zie een oplossing, is hetzelfde naar een meisje of een jongen. Hoe ik een kind behandel, of het nou een meisje of een jongen is, hoe ik met tieners praat, of dat nou een jongen of een meisje is, ik snap heus wel de verschillen en daar hou ik gewoon rekening mee. De liefde die ik om me heen, gewoon het eerlijk, anderen behandelen hoe ik wil behandelen, maakt het echt niet uit of het een man of een vrouw is. Uiteindelijk is het gewoon bijna mij homo maken, is gewoon mijn liefde kleiner maken. En dat dan beantwoorden met seks of zo, zodat... mannen seks met mij kunnen hebben, ik seks met mannen. Jullie snappen niet, echt niet. Dat enlightenment, dat is een liefde keer duizend.
Maar daar horen niet die lagere seksuele lusten en de emoties en alles bij. Dat gaat voorbij het vlees. Maar als ik in mijn vlees ben, dan heb ik toch gewoon mijn dromen, verlangens, lusten en fantasieën. Sorry, maar dat heeft niks met mannen te maken. Maar mijn verlichting, wat niks met mijn lusten, verlangens, dromen of wat dan ook te maken heeft, ga ik niet kleiner laten maken. En de andere mensen dan, weet ik veel, dat wel doen of zo. Om ergens bij te horen, door dingen geaccepteerd te worden. Dit alles heb ik allemaal bereikt door gewoon mezelf te zijn. Waarom zou ik mezelf dan aanpassen? Omdat andere mensen... Nee, dan leef ik wel gewoon vanuit mezelf. En dan... Ik geef wel gewoon af dan wat ik afgeef of zo. Maar... Ik was niet van plan om een YouTuber te worden. Ik was niet van plan om mij op het podium of zo als gast te komen. Ik was gewoon bezig met resoneren. Ik zag een heleboel mensen die... Waarvan ik... jullie zien jullie ziel niet, maar... ik dacht dat ik de dingen zag. Dat ik lichtwerkers, wakkere mensen, spirituele mensen... hoger bewustzijn... Toen gewoon dingen snappen van 5D. Als niemand het leeft... Mensen alleen maar verdwaald zijn in seks en in geld. Alleen maar gierig daarvoor. Niks snappen van verlicht zijn. Dus whatever met al die programma's van jullie. Mijn liefde is groter. En alleen al het zo'n programma draaien. Dat laat gewoon al zien dat jullie niks van de liefde snappen. Jullie willen dingen creëren.